Mohammed Khatib zou spreken op de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Palestijnse voorman van de omstreden Samidoun-beweging mag van ons kabinet het land niet in vanwege omstreden standpunten rondom terroristische organisaties. What do you think of the statement of the Dutch minister who said, well, that you are admiring terrorists? I admire resistance, and for them, since they are criminals, and they are admiring. And what is resistance here? Is that Hamas? Hamas, the PFLP, Islamic Jihad, the Palestinian People Resistance, the popular uprisings, the Great March of Return. Every act in Palestine by the Palestinian people is an act of resistance. Ja, dit was dit weekend en Khatib dreigt ondanks dat inreisverbod alsnog van zich te laten horen tijdens het geplande studentenprotest vandaag. Joeri Albrecht, wie is nou deze man? Voor mensen die denken, waarom gaat het zoveel over hem? Ja, hij is een oprichter van Samidoun. En dat is een, wat je vroeger een mantelorganisatie noemde van allerlei terroristische organisaties in het Midden-Oosten, Palestijnse terroristische organisaties. Hij is daar een zeer effectief woordvoerder van. Er wordt ook beweerd dat hij dus lid is van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, waar hij trots op is dat Samidoun daar ook banden mee heeft. Dat is een van de meest terroristische organisaties, opgericht in de eind jaren 60. Iedereen herinnert zich misschien nog wel Carlos de Jakhals. Een van de meest gezochte terroristen ooit. Lid van diezelfde terroristische organisatie. Hij zou vandaag spreken in Nijmegen op uitnodiging van de universiteit. En dat heeft de ministers hebben dat verboden. En dus heeft hij een inreisverbod, maar nu wil hij toch komen. En toen dachten wij, hoe werkt zoiets eigenlijk, zo'n inreisverbod? Word je dan gewoon bij de grens geweigerd? Of hoe... Nou ja, dat kan dan. Hè. Dus dan word je opgewacht. En dat is Wilders ook eens een keer overkomen in 2009. Dat hij op Heathrow landde en daar werd opgewacht door de politie en niet mocht spreken daar. Dus het gebeurt meer. Hè. Hm. David Icke is het overkomen, die onderweg was naar een lezing in Nederland niet zo lang geleden. Een holocaustontkenner. Het gebeurt meer en dat zou hem dan, dat staat hem als hij vandaag inreist ook te wachten. Nou ja, het zorgt in ieder geval wel voor ook gedoe op de universiteit. Het gaat dan veel over de academische vrijheid. Je hebt mensen die zeggen, ja, deze man moet gewoon kunnen spreken. En je hebt een groep mensen die zegt, ja, absoluut niet. En een van die mensen hebben we nu contact mee. Middels Boksan. Boksan, dat is een van de studenten. Volgens mij zelfs de student die de brief schreef rondom zijn komst. Middels, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent nu al in alle vroegte naar de universiteit gegaan. Dat is niet omdat je zo'n fanatieke student bent, geloof ik, hè? Nou, ik ben wel een fanatieke student, maar het is inderdaad nog iets opkomst, inderdaad. Ja, want er staat vandaag van alles bij jullie te gebeuren. Beschrijf ons eens even, jij bent daar nu dus in alle vroegte. Is er al iets gaande? En of zo ja, wanneer verwacht je daar iets? Ja, op dit moment is het inderdaad nog heel vroeg. Dus op dit moment zijn er nog heel weinig mensen op campus. Het Spinoza-gebouw op campus, daar zou de demonstratie vandaag moeten gaan plaatsvinden. Ik ben net even langsgereden en er is nog niet heel veel aan de hand. De lichten staan er wel aan. Maar de sfeer is nog in ieder geval voor nu rustig. En waarom ben jij in de pen geklommen? Nog even over die brief zelf. Ja, iets meer dan een week geleden zagen we de aankondiging van deze lezing van Harry Petit op Twitter staan. Ik wist al wel van de zomer dat hij ook op campus zou spreken. En ik wist al wel een beetje wie Mohammed Khatib was. Maar toen ik deze aankondiging zag en ook de commotie die erover ontstond, gingen we er verder in verdiepen. En wat Samidoun is en wie Mohammed Khatib is. En dan schrik je je rot. En ik merkte op vrijdag de dag daarna dat in ons laatste hoorcollege wat we hadden, ter voorbereiding op de tentamenperiode waar we nu in zitten, dat er best wel veel studenten waren die hier wat van vonden. Dus toen besloot ik maar om zelf de open brief te gaan schrijven. En heb ik in korte tijd 31 studenten en medewerkers ondergekregen. Ja, en wat is het grootste probleem dan wat jou betreft? Wat hoor je van studenten? Nou ja, het gaat hierom inderdaad, jullie noemen het net al, hè, die academische vrijheid. Wij noemen het in onze brief dat het hier helemaal niks te maken heeft met academische vrijheid. Deze man en organisatie die hangen extremistisch gedachtgoed aan. Ze verheerlijken 7 oktober, ondersteunen dat. Noemen Israëlische burgers onderdeel van een koloniaal project. En zijn daarmee een doelwit, legitiem doelwit van geweld. En dat soort extremisme hoort niet thuis op een campus. En daar moet ook paal en perk aan gesteld worden. Dat heeft niks te maken met academische vrijheid. Want als dat niet de grens is, of wat de grens overschrijdt van academische vrijheid, wat is het dan wel? Interessante vraag waar wij nog eens even verder over gaan praten. Maar succes daar in ieder geval vandaag. En hou ons op de hoogte hoe het daar aan toe gaat. Want ja, voorstanders van die komst van Mohammed Khatib, die vinden juist dat die academische vrijheid, precies dat dus geschonden wordt. Dit is wat de Radboud Universiteit zelf zegt. I think the decision of the Dutch government is a complete scandal and a complete shame, honestly. I think it's just really scary that the Dutch government can use these powers that seem to be
not based on any legal advice, basically. And I think that should really worry us all. What I do think is that Mohammed really forces us to change the frame here between looking at the so-called conflict through two sides, through two equal sides. Why do we label some people as hostages versus some people as prisoners? And what does that do in terms of our understanding of the practice of imprisonment and criminalization? And that's why we invited him. Ja, dit is interessant. Hè? Je hebt echt twee hele uitersten naast elkaar staan. Want Milos zegt hier, ja, dit moeten we niet willen op de universiteit. Deze man noemt het juist eng en zorgwekkend dat we hem weren. Ja, dit is een van de organisatoren natuurlijk van die lezing. Hè? Medewerker van de universiteit, van de Radboud Universiteit. Nou ja, de vraag is natuurlijk... Of het iets met academisch te maken heeft. En de vraag is natuurlijk ook of het verheerlijken van geweld en het goed praten van geweld niet voorbij de wet is. Wat vind jij? Ik vind dat het niets met academische vrijheid te maken heeft. Als ik de Radboud Universiteit was geweest, dan had ik gezegd: huur maar een zaaltje om de hoek. En doe het daar, maar wij gaan als academie niet hier een accolade aangeven van enige wetenschappelijkheid. Ik wil ook even naar Barbara Barend. Deze man heeft onder meer uitspraken gedaan als 7 oktober is een geweldige dag. Valt dat volgens jou binnen academische vrijheid? Nee, ik denk het niet. Het is natuurlijk altijd lastig, academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Hè? Tot hoe ver ga je? Maar precies wat Jury ook zegt... gaat dit niet veel verder? Gaat dit niet over opruiing en inderdaad verheerlijken van geweld? En ook nog eens als je studenten... het is goed om van verschillende perspectieven na te denken, om iets te leren. Maar ik weet niet of je hier nou iets leert wat goed is en wat ook onwaar is. Hè? Hij ontkent ook heel veel wat er gebeurd is op 7 oktober. Hij ontkent dat er verkrachtingen hebben plaatsgevonden. Dus ja, het is... feiten die bewezen zijn, ontkent hij. Dus ik geloof niet dat het verstandig is om studenten dit mee te geven. En ik denk dat het alleen nog maar meer mensen doet geloven dat dit soort dingen mag. Dus ik vind het eigenlijk heel verstandig dat de Nederlandse regering hem weert. En was dat nou anders geweest als jij hem in een debatcentrum had uitgenodigd dan op een universiteit, vraag ik me af? Ik denk wel dat het heel anders is, ja. Ik denk dat als je het over... Had je het gedaan? Ja, dat is de vraag. Wellicht wel. We hebben het eerder gedaan met een imam, Al-Haddad, die geweigerd werd om in Nederland toegelaten te worden met studenten van de Vrije Universiteit. Maar dan hebben we dus een debat en een gesprek waar ook stevig weerwoord geprogrammeerd wordt. Dit is een setting waarin een lezing gegeven wordt die ik, als ik hem goed begrijp hoe de opzet was, niet uitnodigt tot het zeer kritisch bevragen van de spreker. Dus kijk, een debat waarin allerlei verschillende meningen... We hebben natuurlijk vrijheid van meningsuiting in het land. Overigens is die begrensd, heel duidelijk door de wet, als je oproept tot geweld en haat en antisemitisme. En bij ons zaten er bijvoorbeeld ook in de zaal het Openbaar Ministerie. Die luisterde mee of er strafbare feiten gepleegd werden. Dus in deze setting, zoals die hier op de Radboud Universiteit, zou ik hem nooit in de balie programmeren. Nee, zeker niet. Oké, we gaan door naar iets anders. Ik zit de hele tijd al op de tafel te kijken of ik het AD zie, maar ik zie...